Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video tussen alle zwangerschapsvideo's door en natuurlijk de gewone vlogs. Leek het me goed om weer een opgemaakt video te doen, want mijn doos met opgemaakproducten puilt echt uit. Het is van de afgelopen tijd, ik denk van een maand of twee zoiets. Dus ik ga ze gewoon met je delen. Dit is de bak, hij zit helemaal vol. Dus laten we maar gewoon beginnen. Ondertussen is er iemand aan het inparkeren met geen enkel talent. Nou kan ik zelf ook niet altijd best inparkeren, maar dit is wel echt bijzonder. Goed, allereerst shampoo en conditioner. Dit is de OGX Keratin Oil Shampoo en dit is de OGX Renewing Argan Oil of Morocco Conditioner. Volgens mij had ik eerst zeg maar allebei deze en uiteindelijk heb ik, met een conditioner doe ik altijd lang omdat ik ook regelmatig maskertjes doe. Dus de conditioner gebruik ik niet elke keer en de shampoo dan wel. Dus vandaar dat ik met deze langer heb gedaan dan met deze. Ik vind het eigenlijk wel hele fijne shampoos. Deze is renewing en deze is anti-breakage. Ja, of het echt een wereld van verschil maakt weet ik niet, maar ik vind het echt wel hele prettige shampoos. Maar mijn lievelingsshampoo blijft nog steeds deze. Alleen dan niet deze variant. Want die variant die ik het fijnst vind is niet meer te koop. Helaas. Maar de John Frieda Sheer Blonde Highlight Activating Enhancing Shampoo. En dit is de enhancing variant. Volume variant is mijn favoriet. Maar die verkopen ze volgens mij nergens meer. Mocht je het wel weten, let me know. Want dan ben ik heel benieuwd. Maar ik vind het gewoon een hele fijne shampoo. Ja, ik heb gewoon blond haar. Geen highlights of zo, maar gewoon dit is mijn eigen blonde kleur. En nu is hij natuurlijk wat donkerder omdat het winter is. Hij ligt wat op in de zon. Toevallig zei de kapster laatst wel, want ik zei van ja, weet je, je merkt dat het gewoon nu doffer wordt. En nou, weet je, mijn zomerkleur groeit er dan uit, zeg maar. Dus dat zie je ook wel een beetje. Dus dat is eigenlijk net een beetje alsof je haar geverfd hebt. Alleen dan gaat het wat geleidelijker, zeg maar. Dus ik heb niet echt zo'n rand, maar je ziet wel dat het bij de aanzet donker is, omdat het gewoon in de winter natuurlijk geen, of tenminste niet zoveel zon krijgt. Volgens mij hadden we dit jaar ook het minste zonuren in de maand Huppeldeflups. Ze zei van ja, we kunnen altijd een keer highlights doen. Maar ja, ik weet dat toch niet of ik dat nou echt nodig vind. Ik kan me voorstellen dat ik best wat kan doen, maar of ik het nou echt nodig vind om daar voor uren in een kapperstoel te gaan zitten, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar goed, deze activeert ze mocht je wel hebben. Dan een scrub. Dit vind ik een hele fijne scrub. Dit is de Rituals Y1 Royal Glow. Super fijne scrub. Ik heb nu de witte variant. Die met organic rice milk en cherry of zoiets. Cherry blossom. Geen idee. Maar in ieder geval die vind ik ook heel fijn. Maar deze vond ik qua structuur net iets lekkerder. Ik vind sowieso de kooltjes van de scrub van Rituals heel fijn. Maar deze is net wat cremiger, zeg maar, rond de kooltjes dan die andere. Die is wat meer jellerig, denk ik, als ik het zo kan uitleggen. Maar goed, allebei hele fijne scrubs. Dan mijn geliefde Bioderma. Dat reminds me, deze moet ik even bestellen. Dit is de Bioderma H2O micellair water. En dit vind ik super fijn micellair water. Ik bestel altijd online een dosis van deze dingen. En daar kan ik weer even mee vooruit. Ik heb nu die van Garnier. En die vind ik ook prima. Maar dit blijft toch echt wel mijn favoriet. Dus die moet ik even bestellen. Note to self. Even kijken. Twee douchegels van Dove. Hier zat nog een restje in. Dus die heb ik ook maar meteen opgemaakt. En deze heb ik ook opgemaakt. Ik haal het eigenlijk heel vaak bij Action of zo. Weet je wel, dat soort dingen. Of bij de Poppers op Voordeelshop. Of in ieder geval. Of als ze echt heel erg in de aanbieding zijn. Maar ik vind het altijd een beetje zon om daar heel veel geld aan uit te geven. Nou ja, dit is de... Ja, en ik vind Dove gewoon heel fijn. Ik weet niet, ik vind Dove gewoon hele fijne douchejas. Dit was de Glowing Body Wash met lotusbloemextract en rijstwater. En dit is de Caring Protection Nourishing Body Wash. Nou ja, ik vond ze allebei fijn. Ja, weet je, kijk, ik ruik vooral aan de geur. En dat ze, nou ja, een beetje neutraal zijn. En liever richting het zoet dan richting het fris. Maar liever gewoon een beetje neutraal. En dat vind ik deze allebei. Babyolie. Ik smeer regelmatig als ik uit de douche kom gewoon direct op mijn natte lichaam babyolie. Dat vind ik super fijn werken. Zeker in de winter als je een hele droge huid hebt. Dan is dat extra, vind ik dat extra fijn. Trekt heel snel in en wel super voedend.
En wat ik in de winter dan doe, als ik dan echt bijvoorbeeld super droge benen heb, zoals nu heb ik gewoon heel veel jeuk aan mijn benen tijdens de zwangerschap, dan doe ik daar nog een extra laag body lotion overheen. Nu smeer ik mijn buik er ook weer heerlijk mee in. En nou, dat doe ik dan 's ochtends en dan doe ik 's avonds nog een laagje bijvoorbeeld van die, Mama Bee. Hoe heet dat ook alweer? Nou, ik heb twee, in ieder geval één van Palmers geloof ik en eentje van met dat bijtje erop. Eén van die twee smeer ik dan op mijn buik. Of ik doe dat 's ochtends, hangt een beetje vanaf, maar ik vind dit wel altijd echt heel fijn. Twee zakjes wattenschijfjes van Kruidvat zoals altijd. Dit vind ik ook heel fijn. Dit is gewoon, werkt gewoon heel snel. Dit is Vaseline Intensive Care Spray Moisturizer. En deze gebruik ik als ik bijvoorbeeld als ik een panty aandoe. Ik weet niet of iemand dit herkent. Ik heb echt hele droge benen, dus het trekt op zich snel in. Maar als ik een panty aandoe, dan blijft hij toch altijd een beetje een olielaagje of zo op. Dus dan wil ik gewoon echt wat snel intrekt en geen laagje achterlaat. En dat vind ik met deze heel fijn. Dus als ik bijvoorbeeld een panty aandoe, doe ik sowieso deze. Of als ik gewoon weet dat ik snel moet aankleden. Ik ben iemand die het liefst zeg maar zo lang mogelijk in de badjas rondloopt. 'S ochtends. En zeker toen Niels een baby was. Want ik dacht, ja, voordat je weer onder van alles zit. Maar ja, nu ook. Ik vind het gewoon fijn om me zo laat mogelijk aan te kleden. Ik hou niet van direct aankleden na het douchen. Maar mocht ik toch snel moeten aankleden, dan gebruik ik ook altijd die Vaseline. Dan een dagcreme en nachtcreme. Deze is eigenlijk van Sven, maar ik gebruik hem 's avonds ook. Dit is de Tuinen Aloe Vera dag- en nachtcreme. Dit is gewoon een hele fijne, ja, basic dag- en nachtcreme met even kijken hoeveel procent aloe vera. In ieder geval veel procent aloe vera. 70% aloe vera. Dus gewoon een lekkere, basic, prima creme. Oogmake-up remover. Oh, deze gebruik ik ook heel graag. Deze gebruik ik, dit is al mijn, ik weet niet hoeveelste flesje. Dit is de Nivea Oogmake-up remover. En dit is degene met twee delen. Dus met een deel olie en een deel, ik weet niet wat. En dat meng je dan en dan doe je het op een watje en dan woep en dan is het weg. En ik heb altijd waterproof mascara op. Daaronder heb ik wel gewone mascara, dus relatief gaat het er makkelijk af. Maar ik vind het altijd fijn om eerst dit te doen en dan doe ik daarna mijn hele gezicht nog met micellair water. En dan was ik het nog met een met meestal die Estée Lauder Perfectly Clean. Nu ben ik toevallig even iets anders aan het proberen, maar over het algemeen de Estée Lauder. De Ethos Makeup Fixing Spray heb je me ook al heel wat flesjes van zien opmaken. Ik heb nu toevallig de hydrating variant, omdat ik dacht, dat is lekker voor de winter. Ik heb niet het idee dat het echt heel erg uitmaakt. Maar ik vind het heel fijn voor gewoon elke dag. Als ik mijn make-up op heb gedaan, spreekt het er overheen. Ziet het er gewoon natuurlijker uit, blijft beter zitten en top. Als ik echt zeg maar ga stappen of zo, dan gebruik ik meestal de Urban Decay All Nighter of Smashbox Primer Water. Maar voor gewoon zo elke dag is het prima. Dan mijn geliefde Essie Mademoiselle. Dit is mijn favoriete nagellak. Ik heb hem nu ook op nieuw flesje natuurlijk. Hier zit nog wel een heel klein laagje in. Maar ik krijg er A niet echt meer uit. En wat er uitkomt is ook echt heel erg, hoe zeg je dat, sticky? werkt gewoon niet meer fijn. Maar dit vind ik echt, is echt mijn go-to basis nagellak. Over go-to basis gesproken. Dit is mijn go-to concealer. Dit is de Bourjois Radiance Reveal Concealer. En ik heb deze kleur in de kleur Ivory 01. Dat vind ik een hele fijne concealer. Zeker als je een droge huid onder je ogen hebt. Oh, dat was Sven die moest niezen. Dat hoort ook een beetje bij als je ziek bent. En deze vind ik super fijn. Dan een maskertje. Ik heb meer maskertjes gebruikt. Maar ja, sommige verpakkingen laten zich niet echt makkelijk een tijdje in een doos opsluiten. Dus dan gooi ik ze gewoon weg. Maar eentje die ik wel kon bewaren is de verpakking van crème masker van Dr. Van der Hoog. Het crème masker met hyaluronzuur. Dat ik hem heel fijn vond. Maar we gaan gewoon door met het volgende. En dat is mijn Anastasia wenkbrauwpotloodje. Die is, zoals je ziet, leeg op. Nou ja, dat kan ook niet anders als hij nog maar zo klein is. Ik heb alweer een nieuwe. Ik vind deze super fijn. Ik heb de kleur taupe. Die past perfect. Ik heb hem nu ook op, draag hem elke dag. Dan, wat ik ook elke dag draag, is deze. Dit is de Body Shop Honey Bronze in de matte kleur. En je ziet nog een klein randje, maar op een gegeven moment viel die steeds verder uit elkaar. En toen dacht ik, ik heb geen zin om elke ochtend, naast dat ik de muesli van Niels moet opruimen, ook nog mijn bronzer vervolgens op te ruimen. Dus ik was er klaar mee. Dus ik ben met een nieuwe begonnen. En dus ik heb een stickertje van de nieuwe heb ik opgeplakt. Maar zo ziet hij er dus uit. Hele fijne, basic, matte bronzer. Nou ja, ik gebruik hem dus elke dag. Mijn serumpje, het L'Oreal Youth Coat Serum. Als je me al langer volgt, heb je me dit al 100 keer zien opmaken. Super fijn product. Fijn. Waarom is mijn haar zo statisch? Dan de Maybelline Lash Sensational Waterproof Mascara.
Deze gebruik ik altijd als een soort topcoat over de rest van mijn mascara heen. Een deo, de Dove Invisible Dry. En dan zit er nog wat tandpasta in. Even verdienen. En de rest is van Sven. En dat is allemaal Nivea Sensitive. Deo en douchegel. 3 deo's, 2 douchegels. En tandenstokers van Jordan. En de Oral-B Superfloss. Dat is het. Dat is alles wat ik heb opgemaakt de afgelopen tijd. Heel veel, heel fijne producten. Eigenlijk, ja, niks wat ik niet fijn vond, volgens mij. Nou, dus eigenlijk ook allemaal favorieten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En hou vooral de woensdag in de gaten voor extra video's over hoe het gaat met mijn zwangerschap. De kleine baby in mijn buik. En natuurlijk de vlogs elk weekend. Doeg!